Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming SB. Wat is er aan de hand, Sander? Ik hoorde je zeggen. Tijgat. Wacht nu. Echt? Oh nee, volgens mij deed ik zo van, yo, van... Ah, en dan heel zachtjes, omdat ik... Ah, omdat je niet door mijn intro heen wou. Ja. Nou, dat is helemaal goed. Je hebt het zo'n liefie echt niet te doen. Oh ja, daar wou ik naartoe. Naar het vlaggetje. Naar de bootmobiel. Oh, dat is dom. Dat was niet heel slim. Dom is meestal niet heel slim, ja. Dat klopt. Nou, volgens mij verlies je hier niks, toch? Nee. Gewoon, yo, doe voort dan niet zo dom door in het water te springen. Dankjewel. Bedankt voor je medewerking. Oké, dat ging net goed. Ik dacht eventjes, oh shit, nu doe ik het toch. Viel mee. Ik denk haast dat je hiervoor die lelijkert nodig hebt, of niet? Die lelijkert. Ja, die lelijke klimguy. Sneasler. Die. Dat zou zomaar kunnen, ja. Om hier te komen. Oh, dit is de plaats waar ik die cricket toon gevuld heb, waar we het vorige aflevering over hadden. Eind vorige aflevering. Sorry, ja, ik werd aangevallen door Paris, dus ik moest even rennen. Nou ja, dat gaat voor. Jij moet wel ook in leven blijven, namelijk. Dat heb ik graag. Dat is wel fijn, ja. In leven blijven. Daar hou ik wel van. Leaky tonguing? Ja, dat is een leaky tonguing. Likt hij met zijn tonguing? Ja, hij doet wie lik in. Hé, hey, daar heb je 3 van die girlies. Jij haalt in. Maar dat komt omdat ik niet de main quest doe, vooral. Ja, volgens mij kan ik nog niet daar naartoe. Oké, ik ga gewoon I. Wat is de main mission? Oh, nou. Dan gaan we die kant op. Moet je ze alle 3 bevechten of maar 1? Maar 1. Oh, gelukkig. Ik dacht ook alle 3. Maar... Oh, je mag hier natuurlijk... Hier heb jij wel, denk ik, gunstig. Want hier kun je die hippopotas. Die heb ik, ja. Die Gastrodon. Oh, ik mag de stunt. Oh, Gastrodon ook nog, ja. Ik heb een keer... Die had je, denk ik, in de eerste ook al wel tegen kunnen. Nee, dat is alleen op dat eiland, volgens mij. En dan kan ik niet naar dat eiland. Ja, maar Gastrodon is wel een goede aanvulling, omdat hij ook water is. Ja, daarom. Ik ga denk ik even met Gastly. Skunk Tank. Volgens mij, heb ik die niet ook shiny? Oh. Ik wist niet dat deze guy level 35 was. Blijkbaar wel. Ja. Ja, nou, zo zat ik dus ook eigenlijk. Mm-hmm. Toevallig. Ik heb nog geen Great Balls, items, Pokeball. Ik ga het gewoon proberen, weet je. Ik bedoel, hij killt mijn team toch wel, vrees ik. Dus kan ik beter gewoon een Pokeball gooien. Inderdaad, het werkt gewoon. Jij bent zo'n slimpy. Nou, volgens mij ook. Zubat can evolve. Oh ja, ik dacht, yo, friendship is... Ultimate, maar dat het wordt niet direct een Crobat, Sander. Golbat is ook nog een ding. Ja, alleen heb je wel het geluk als je hem vanaf vroeg hebt dat hij al bijna gewoon full happiness is als je hem evolueert in Golbat. Ja, dat zou wel kunnen. Nee. Spoiler alert, was niet zo. Nee, maar ik denk niet dat dat lang hoeft te duren ook. Ja, dat klopt. Dat denk ik ook niet. Ik ga even zo'n hippopopopopopopotas verslaan. Ja, dat zou ik ook even doen, ja. Oh, volgens mij is deze shiny. Nee, grapje, dit is gewoon een vrouwtje. Weet je dat ik de eerste keer dat ik hippopotas in Diamond and Pearl tegenkwam, dat ik dus dat meisje tegenkwam dat ik dacht dat die shiny was? Ja, mijn neefje had dat dus ook. Die zei, yo, ik heb een shiny gevangen. Toen zei ik, oh, welke? Ja, een grijze hippopotast. Of hippodon. Toen dacht ik...
Poef. Hoe ga Arme ik hem dit brengen? Dat is gewoon een vrouwtje. Nou, dat vond hij... Ah, hij vond het niet heel erg, volgens mij. Ik weet niet. Ja, het was ook via app, dus ik weet niet of hij het echt heel erg vond. Welk tweede type is jouw mega? Flying. Oh, sad. Waarom dacht ik dan... Oh, jij dacht misschien rock. Ik dacht rock, ja. Oh ja. Dat zou ik ook weer niet heel gek vinden als je dat zou denken. Nou ja, dat deed je. Ik vind het ook niet heel gek dat je dat dacht inderdaad. Aangezien die wel Asian Power kan, volgens mij vooral je mega. Wel de favoriete mega van mij trouwens. Beste mega evolution ooit. Ik dacht de beste Jan. Ja, ook wel. Jij bent niet zo fan van de Jans. Nou, hoezo? Nee, ik maak maar een grapje. Jan. Ja, Jan Roos wou ik zeggen, maar daar ben ik inderdaad niet zo'n fan van. Jan Nus ben ik ook geen fan. Waarom noem ik nu ook allemaal mensen op waar... Jan Smit... Oh nee, ook niet. Nee, ja, je hebt toch wel gelijk. Ja. Op zich, hè. Ik noem ze nou sowieso allemaal op, alle Jans die ik ken. Ja, zie je. Jan Klaas? Ze was Tom Petter. Dat is wel zo'n goede Jan. Een trompetter, Jan? Van... Ja, in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helden tot den bril en hij was geen held en hij had geen geld, want hij hield niet van het kruisgeweld. Die, zeg maar. Die ken ik. Dat is een grapje. Een grapje. Ik maakte me al mild zorgen. Gelukkig was het maar mild. Nou. Mijn site wordt hier in de pan gehakt. Het was ook niet nodig om me heel erg zorgen te maken. Oh, sorry. Jij zei ook wat. Ja, dat mijn site er in de pan werd gehakt door 3 stunkies. Go help setting up camping. Nou, als je het zo lief vraagt. Ja. Let's go. Je hebt toch ook wel leuke Jans in Nederland. Nee, ik vind Jan Verstegen wel oké. Oh ja, ja, tuurlijk, precies. Dat is zo'n poggering guy. Mol ook, wel. Dat is dan wel weer niet. Hij heeft zo'n grappige podcast. Ja? Ja, ik luister die podcast niet, maar wel fragmenten op TikTok. En die, echt elk fragment is leuk. Ik zou hem een keer sturen, want die is erg leuk. Oh, ik word hier een partijtje in de pan gehakt, daar word je eng van. Ja, mijn Bidu hetzelfde. Ja, 3-1, zo kan ik ook winnen hoor. Oh, ben je ook tegen 3 stunkjes aan het vechten? Ja. Ja, ik ook. We zijn nek aan nek. Necking aan necking. Dat ja. Alleen denk ik wel dat jij met dingen wel verder bent. Met quests en zo. Nou, hier heb ik ook nog niet zo heel veel quests gedaan. Heb jij de Ponyta quest al gedaan? Nee. Nee, ik ook niet. Maar ik denk als ik straks terugkom dat ik wel een aantal quests kan completen misschien. Nee! Mijn D-Watt is dood. Ja, bij mij zijn er al 3 Pokémon dood. 3 van ja, bij mij ook. Gastly, Bidoo en D-Watt. Maar ja, ik heb een Kadabra, heb ik niks aan. Dustox zonder Bug-type. Het enige wat me zou kunnen redden. In theorie. Ja, dan toch maar Golbat proberen. Als ik nu die ene Stunky kan kapot maken. Kapot. Ja, dat zou wat chill zijn, want dan... Dan, hoe heet het? Dan is het 2-1. Dat vind ik minder kut. Snap ik. En dan niet de HM1.
Maar dan bedoel ik echt de kut als in... het scheldwoord. Keuring. Ik kan ook hypnosis. Oké, even kijken. Ik denk dat Oh ja, hij maakt hier zo'n camp. Dat is wel heel nice. Ja, dat was ook de hele missie, ja. Help hem setting up a camp. Ja, dat is gelukt. Ja, dat merk ik. Oké, nog maar één stunk tank over. Stunky is het eigenlijk, maar boeien. Doen het. Oeh, space-time distortion is forming. Nee, ik wil niet resten. Ik wil mijn Pokémonen zien. Dat mag. Ik wil namelijk mijn Paris hier droppen. En mijn Yanma. Oeh. Dat gaat Golbat overleven. Lekker Golbat. Dat had ik niet verwacht. Ja, zeker lekker Golbat. Oké. Stunky is down. Oh, volgens mij kan ik niet bij die space time komen. Volgens mij kan ik niet over die rivier heen. Oh, dat is jammer. Ik zou in ieder geval even niet weten hoe ik over de rivier heen zou moeten kunnen. I do be having a camp. Er is hier wel zo'n Gravlover. Gravlover? En Golbatting. Hoorde jij dat WhatsApp geluidje ook? Of? Nee, ik hoorde niks. Nee, oké. Nee, ik heb namelijk WhatsApp openstaan. En ik heb hem over mijn boxen staan. Ik heb mijn dingetje zeg maar niet veranderd. Normaal tijdens opnames zet ik het altijd, of als ik op Discord met iemand ben. Altijd eventjes dat mensen er geen last van hebben. Dat het gewoon over mijn headset komt. Ja, precies. Dus ik dacht, that's not handling. That is not handling. Nou, dat klopt. Het was niet handling. Nee, daar kan ik echt niet komen. Dat is very sad. Gaan we gewoon door? Hebben we niet... die Pokémon mag ik ook. Maar dit is wel een alpha, dus ik denk niet dat ik die kan vangen. Welke? Rhyhorn. Oh ja, die heb je hier ook. Hier. Je hebt hier echt wel een aantal En Sudowoodo. Ja. Oh, Siri zegt dat ze dat niet zou weten. Ja, maar... wij zeiden al dat we het wel zouden weten, dus ik snap niet waarom ze zo doet. Ursaluna, oh. Moet hem ook nog bevechten ook, joh. Nee, die is ground toch ook? Ursaluna. Dat is die ground? Oh, dat zou wel cool zijn. Ik denk het wel. Ik zie wel een lijp Murkrow, die mag jij ook. Van de flavor? Nou, ik weet niet of die flavor heeft, maar er is wel een lijpe Murkrow. Misschien dat je daar een Nando in blij mee kan maken. Ja, nou ja, die is op zich wel ook handig. Dan heb je flying... ja, ik heb al flying type natuurlijk met dingetje. Heel duidelijk weer. Ja, nee, ik ben blij dat je zo duidelijk bent. Golbat. Ja. Nou, ik... even kijken, want ik heb nu Sudowoodo gevangen. Dat is op zich... oh, fuck. Dat is op zich wel fijn, want dan, die mag ik in ieder geval gebruiken. Dus als de nood hoog is, dan kan ik in ieder geval gewoon die Sudowoodo gewoon gebruiken. Ja. Dat zou wel fijn zijn. Nou, dat vind ik gemeen. Waarom gaat deze Ursaluna niet dood? Omdat het een Ursaluna is? Oh, oké. En die is fucking good. Alsnog gemeen. Hij is nu wel dood, dus dat doet hij goed. Golbat, leveling up, in. Oh ja, ik heb die Roselia ook nooit gevangen, dus die quest heb ik ook niet.
ik weet niet meer waar ik die ding niet Space Distortion was. Anders kan ik daar naartoe, want ik weet dat die daar zit. Kom wel goed, kom wel goed. Ik kom vanzelf wel weer tegen. Kut, lukkie dan. Deze is wel... Die van je, die Ursuluna is wel vervelend om te evenweren natuurlijk. Want dan moet je in de zo'n volle maan. Oh, in een volle maan? Ja, toch? Of was dat niet Ursuluna? Welke ja, dat zou goed kunnen hoor. De Earthplate. Daar heb jij ook wel veel aan. Ja, nee, zie, dus hij is waarschijnlijk Earth. Ground. Ja, ground, ja. Dat is op zich fijn. Ja. Moet ik nu digging voor treasuring? Dig guys voor treasuring. Ja, ik weet niet. Of dat is wat je moet doen. Volgens mij wel. Volgens mij moest je meteen gebruiken eigenlijk. Ja, je kan dus zo'n P-blok volgens mij vinden met diggen. Ja. Hey, dig for treasure. Dig jij is voor treasure. Ja, zie dit moet, denk ik. Old verse 9. Oké. Nou. Ik denk een coole cutscene. Hoort erbij. Viel vies tegen, of niet? Ja. Dat zo zijn hun. Ja, zo zijn ze. En I do not like it. Vuile bitsen. Okay. Oh. Ik denk dat er nu ook overal die unknown zijn, of niet? Of is dat nog niet? Ja, dat zat ik dus ook te twijfelen of dat al was. Maar dat weet ik niet. Kaboom. Kaboom. Ik ga even zo'n Geodude kapot maken. Mag dat? Ja. Als het maar niet mijn Geodude is. Nee. Gas, ik zou niet eens durven, joh. Gelukkig maar. One hit KO'tje. Echt, ik ben zo goed. Je bent heel goed, Sander. Dank je. Dat had ik wel even nodig om te horen. Dat dacht ik wel. Oké, we gaan nu naar het dingetje toe. Dan dus... Ja, moet ik dat al willen? Of moet ik eerst eventjes... ik weet het niet. Oké, kan ik al zien... Ik denk... Ja, officieel heb ik Corsellia nog niet gezien natuurlijk. Omdat ik die niet gevangen heb ofzo. En zo. Kan je die... Ursaluna vangen in die battle, of niet? Weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ga ik toch met hem praten. Oh, een Unown. Oh, dit moest, denk ik. Was dat een Pokémon? Ja, dat was zeker een Pokémoning. Een Pokémoning, ja. Dat was het inderdaad. Oké. Fairy Wind. Dat doet het fucking weinig damage. Oh, sad. Oké. Ja, ik wil eigenlijk de snelle guy. Dank je. Nee, je kan inderdaad geen Pokeballs gooien. Nee, dat dacht ik ook al wel, maar ik wist het niet zeker. Wat is dit voor iets? Sword Cap? Ik kan me dat helemaal niet herinneren dat dat een item was. Het zegt mij ook niks. Het is een rood dingetje. Nee. Ja, het zegt jou ook niks dus. Nee, snap ik. Oké, Psyduck.
ga je even vermoorden. Sorry, maar het moet. Oh, niet eens een 1KO'tje. Dat is wel sad. Oh, en hij mag ook 2 keer, tuurlijk. Hij is de 2 keer master. Ja? Ja. Oh, ik dacht altijd dat het Spyduck was. Dat is dus Psyduck. Ja. Ah, oké. Okay. Oh. Ik ga weer zwemmen. In Bacardi Lemon? Heet die toevallig ook Jan? Want daar heb ik ook een hekel aan. Nee, hij heet geen Jan. Nee, hoe heet die wel? Mart of Mart. Zo. Ja. Ja. Wat? Ja. Ik heb zo'n Ursaluna verslagen. Nice. En dan loop ik toch nog steeds voor. Yep. Ondanks alles. Ik weet dus niet of dit helemaal de bedoeling is. Of dit gewoon hoort te kunnen. Of dat ik nu aan het cheaten ben. Waarschijnlijk. Wow. Tangela's. Jij bent zo'n cheater, bro. Nou, dat hoop ik niet. Hé, hey, Gastly. Ik dacht dat je die alleen maar in de nacht kon vangen. Lijkt me niet. Dacht ik ook. Een Geodude? Nog een Geodude? Hmm. Waar is die Roselia? Dat zeg ik lekker niet, ding. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik moet het zelf even zoeken. Hé, hey, Yemma. Die heb ik ook nog niet. Dat is misschien wel handig om gewoon zo te doen. Zo van, yo, ik ga je vangen. Ah, ik moet zeggen, ik vind het ook wel lastig dat je dan niet overal naartoe kan. Dan zit ik steeds zo van, misschien de plaatsen waar ik die marker kan vinden, dat ik daar gewoon nog niet naartoe kan, zeg maar. Zo. Ja, ja. Ja. Goed verhaal, hè. Dat weet ik. Bolt verse 9. Oh, jij hebt die ook gevonden. Die had ik ook gevonden. Toen dacht ik, yo, zie ik een cutscene. Ik doe het helemaal goed. Maar je deed het niet goed. Zo heel ziek was het nou ook niet. Jawel. Je bent een zieke boy. Oh, ben ik ziek? Oh, nou, ziek uit je hoofd? Nee. Oh, ja, ik zal even naar de dokter gaan. Nee, zo nu een ONA. Oh, heb je snel gedaan. Bij mij zat er meer tijd tussen, volgens mij. Ga even jumping. Nou, dan. Jump style. Teddy Ursa. En ik wou hem vangen. Ja, dan, ja, waarom niet? Het leed Arceus, Sander. Je mag gewoon een Pokémon vangen. Lekkering. Van sommige Unowns weet ik nog wel waar ze zitten. Jij ook? Nee, niet echt meer. Ik zou het zo niet precies weten, nee. Eerlijk gezegd. Misschien straks, als ik bij bepaalde dingen kom, dat ik denk, oh ja, hier zat er één, toch? En dan dat het waar is. Maar, ja. Maar, ja. Voor de rest, I don't know. I know, man, I don't know. Kijk, 12 nieuwe Pokémons. Krijg ik daar veel punten voor? Als het goed is wel. Yeah. Ik denk dat ik eens ga kijken of ik een guest verdonken kan vangen. Nou, ik zou zeggen, go your ganging. Go your guest verdoning.
mag ook. Wat moet Akari zich nou weer mee bemoeien? Het is echt altijd hetzelfde. Oh, Hoezo? Hé, hey, die ben ik niet tegengekomen, Akari, nog niet. Nee, die zit in de village. Ik ging even terug naar de village, zodat ik naar die... Naar de Obsidian kan. Obsidian, Fieldlands. Want jij zegt dat je... Jij kwam ook... Jij kwam Gastrodon ook tegen in de ding, toch? In de... Yeah. Waar je nu bent. Ik ben hem nog niet tegengekomen, maar ik weet wel dat het kan, volgens mij. Dan ga ik hem wel vangen waar ik denk dat ik hem kan vangen. En hopelijk kom ik dan verschijnen er tegen. Want die ben ik gefaild, weet je dat nog? Dat ik die failde? Ja. Dat was niet leuk, Ing. Nee, maar dat is nooit bij shiny fails, toch? Dus dat klopt. Weet je dat ik een keer de shiny Zapdos gefaild heb? Nee. Oké, dit is best wel een grappig verhaal. Ik dacht, ik deed een keer zo'n Living Dex. Tenminste, in de theorie heb ik die nog, maar niet compleet. Ik dacht, weet je, ga daar maar eens mee verder. Laat ik, hoe heet die Pokémon? Let's Go een keertje weer opstarten. Toen dacht ik, ik heb hier de birds nog niet gevangen. Laat ik even die Zapdos vangen. Nou, first encounter shiny. Alleen, ik was even vergeten dat je in Let's Go de Pokémon eerst moet verslaan. En dat je hem daarna pas een kans krijgt om hem te vangen. En ik kon hem niet verslaan. Dus toen won hij. En de volgende keer dat ik hem encounterde was hij een nieuwe shiny. Oh, sad. Dat was wel sad, ja. Ja, dat is waarom Let's Go Cut Games zijn. Nee. Nou. Oeh, een Gastro. Oh, echt? Nice. Dat is een hele late reactie. Wordt alleen ook gemolesteerd door zo'n... Staryvia. Ik dacht even die B-Barrel springt ervoor en nu ben ik fucked, maar... Maar dat is niet zo. Mee. Ik weet nu niet of ik die Rosetti ook echt gevangen heb. Doordat ik op die B-Barrel ging bevechten. Het is jammer dat Absorb zo slecht is qua move. Dat klopt, ja. Bidoo zou anders denk ik echt heel handig zijn. Ja, pas als hij iets van een Mega Drain heeft of zo, ja. Dan is hij pas goed. Rest, wat vervelend. Nice, ik heb een Gastrodon. Ja, ik kan niet zo goed strong stellen, hij is toch aan het resten. Oeh, ik zie ook een Mr. Mime. Mr. Mime? Van en de junior? Ja, die zie ik ook. Ik zie ze allebei. Hoezo mag hij... Oh ja, in deze... game is drowsy heel werkt anders natuurlijk. Dat is net als paralyzed. I'm paralyzed. Oh, ik heb die... Spoiler, ik heb die Roselia niet gevangen. Waarom spoil je dat? Nee. Sorry. Oeh, een LKSM. Die laat die maar ontwijken. Nice. Oké. Mission. Wat was de Roselia mission? Waar staat die? Oh ja, ja, die is ook kutje, die Roselia mission. I want to see my pocket monsters. Ja, ik heb die dus nu, dus ik ga die nu eventjes innen. Yo, guy, ik heb zo'n Roselia. Oh, dan moet je die completen. Ja. Ik dacht dat er stond show Roselia. Nee, je moet hem completen. Want ik heb de Roselia ook al. Maar niet gecomplete. Dus helaas is dat niet voldoende. Eigenlijk moet ik eventjes... Oh, ik ben next rank. Dat is wel chill. Dat is zeker chill dat je next rank bent. Oh, welke rank ben je geworden? 3. Dat is echt fucking snel, want ik ben nog niet eens... Even kijken hoor, ik kan dat nu zien. Ik ben oprecht nog op een kwart ben ik van rank 2. Oh. Dus jij loopt echt wel een stuk voor op mij. Ja. Ik zit te denken om Kadabra uit mijn team te doen.
Ja, die heeft wel natuurlijk Step Confusion. Voor de rest. Ja, ik zou gewoon voor zoveel mogelijk verschillende types gaan, zeg maar. Ja, nou daarom. Ik heb, mijn Dual wordt waarschijnlijk uiteindelijk natuurlijk ook Dark. Klopt, dan kan je misschien voor Gallade gaan. Ja. Ja, wie doe ik? Ja, dan doe ik die eruit voor Kadabra, maar dan... Umbreon, sorry, maar je gaat niet in mijn team. Hoeveel ik ook van je hou. Behalve als je die Shiny tegenkomt. Die gaat wel in mijn team. Dat dacht ik. Dit is de enige game waar ik uiteindelijk een heel Shiny team had. Ja. Yeah. Alhoewel kom ik in Sword and Shield ook best ver, maar ik heb Toxtricity niet. Weet ik. En Toxtricity. Ja, voor de rest. Oh ja, die Urshifu, die heb ik ook niet. Shiny. Zat die in je team? Ja. Legendary team. Is Urshifu een legendary? Yep. Oh. Ja, dan wel. Help Wanted, Blowing the Fields. A ground-type Pokémon. Can I borrow it? Sure. Ik heb het toch niet nodig. Nope. Nou ja, toevallig zei ik ja. Soiling the Grounding. Sander, ik zie zo'n shiny Pokémon in. Dat meen je. Welke? Het is een Ponyta. Oh. Ik denk al, waarom zo'n milde... Waarom zo underwhelming. Ja. Maar nu snap ik. I do be snapping. Oh, ik zoek allemaal van die will-o-wisps. Wisping the willows. Oh. Ik heb de shiny Ponyta gevangen. What the frick? Is het shiny? Ik ben zo'n shiny Ponyta master, ben ik. Ziek. Heel ziek. Wat wil deze vrouw? Sleep like this. Something wrong? Volgens mij is dit die missed reviews, of niet? Oh nee. Strange things happen at midnight. Looking at midnight, midnight. Ready to investigate? Sure, now. Als jij dat wil. I'm going to investigate. To investigate and beyond. Nou, dit soort dingen weet ik dus oprecht niet meer hoe dit allemaal... Dit soort quests die niemand doet. Nou ja, die. Yep. Ja, ja, die je zeg maar in het begin doet en dan. Mm-hmm. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Zullen wij de aflevering gaan beëindigen? Ik zit midden in deze quest. Oh. Ik zou hem graag open maken, maar. Of openmaken, afmaken. Ik las open, dus vandaar. Okay. Waar kan ik nog investigating? Look beneath the claws. Now I get it. Like the... Oh, nee? Huh? There was a noise near the closet. Near the closet? Dat is it's a Pichu! Meow. Dat Meowf is dus geen Pichu, spoiler alert. Oké. Okay. Altijd die spoilers. Zei ik het ook weer niet van tevoren ook, hè? Dat is wel een beetje teleurstellend van jouw spoiler alerts. Teleurstelling in het Engels. Ja, dat klopt. Nou. Strange things happen at midnight. Nu niet meer. Kaboom. Ing. Zeg maar als je zover bent om het af te sluiten. Ik ben zover. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag bij de volgende keer weer. Adios, amigos. Joejoe.